Het is 14 april en ik zit een middagje in het woud van de zorg. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme. Of misschien gewoon wel in het leven zelf. En ik wil vandaag met je mijn gedachten delen over het woud van de zorg. Ik zit hier voor een zorginstelling ergens in Overijssel, waar ik straks een afspraak heb om te babbelen met een psycholoog. Daar heb ik in eerdere vlogs al over gepraat, wat daar de reden van is. Het verbaast me, als je in Nederland in een crisis komt, met hoeveel verschillende organisaties hier dan wel te maken krijgen. En ik noem dit even voor het gemak de woud van de zorg. Als ik het nu zo bij elkaar optel, dan heb ik een thuisbegeleider. Dat noemen ze de PIT thuiszorg, waar die PIT afkorting vandaan komt. Ik weet het ook niet zo wel, omdat het pittige problematiek is of zo. Daarnaast heb ik nog een psycholoog van een GGZ-instelling. Daar denkt ook nog een psychiater mee. Het is heel erg moeilijk om dan je belangen te behartigen met wat je precies wil. Ik heb een hele grote lijst met taken en die wil ik gewoon afwerken. En dat lukt mij niet altijd. Het lukt me niet altijd goed om belastbaarheid te zoeken. Daarin voldoende rust te nemen. Het verbaast me hoe je dan snel toch in allerlei gesprekjes terechtkomt. Waarbij je situatie keer op keer weer opnieuw moet uitleggen. Die heb ik getackled. Dat is misschien wel tip 1. Ik heb een situatie, zoals ze dat in hulpverleningstaal noemen, de casus even goed op papier gezet, zodat ik die gewoon met iedereen kan delen. We hoeven dat gesprekje in ieder geval niet meer te doen. En ik heb gewoon bij iedere organisatie, en dat ging niet altijd even goed, want ik zat natuurlijk niet lekker in mijn vel, de regie proberen te nemen. Dat is soms wel eens lastig, want er zijn er organisaties die zeggen, ja maar Gijs, wij zijn er voor dit en dat. Ik zeg, ja maar, ik wil dit en dat, en dat ga ik ook met die andere organisatie doen. Ik neem daar de regie in. En ik geloof dat we hebben belangrijk recht. Dat is heel erg hip geweest, het eigen kracht denkt, dat je zelf als zorgvrager of als burger, hoe dat heet, in het middelpunt van heel dat gedoe staat. Dus ik wil mensen ook uitdagen om die regie daarin te pakken. Het verbaast me, ik had gisteren nog een appgesprek met iemand die ook in een moeilijke situatie zit. En daar hoor ik, dat zijn echt 5 organisaties betrokken. En dan denk ik, is er nu nog echt iemand die echt met je meedenkt van wat jij wil? Of is iedereen een protocol aan het uitvoeren? Daar vraag ik me soms wel eens af, waar zijn we in beland in dit woud van de zorg? Nou, ik wilde dit even met je delen. Misschien werk je wel zelf in de zorg en denk je, oh my god, Gijs, dit herken ik. Of Gijs, ik herken dit niet, wij doen dit zo of zo. Misschien ben je zelf wel zorgvrager. Zeg je, wow, ja, ik moet ook mijn regie nemen. Ik ga ook mijn casus op papier proberen te zetten. Ik hoop dat ik iets heb kunnen delen wat herkenbaar is, maar deels ook waar ik je mee heb kunnen helpen. En dat ik deze vlog dus heb kunnen maken is dat ik een uur te vroeg was hier. Dus omdenken, dat is mooi, heb ik een uurtje vrij.